ABBA-parlementariër Edward Belfort heeft gisteren tijdens een betoog de bevolking naar het voorbeeld van de Sovjet-dictatuur onder leiding van Stalin vergeleken met een kaalgeplukte kip. Hij baseerde deze vergelijking op het feit dat de regering het volk 2 jaar geleden veel heeft beloofd, maar bitter weinig heeft gerealiseerd. Volgens hem was het vertrekpunt dat de koers verlaagd zou worden en de benzineprijs en veel andere zaken betaalbaar zouden worden. Het volk is misleid omdat deze beloften niet zijn ingelost. De volksvertegenwoordiger heeft helemaal geen vertrouwen in de begrotingsbehandeling, die hij slechts een formaliteit noemt. We zitten eigenlijk in tijdnood. Op dit moment, normaal gesproken, zouden op de ministeries voorbereidingen worden getroffen voor de komende begroting. Voorbereidingen worden getroffen voor de jaarrede, de ultimo, de eerste werkdag in oktober. Nu zitten wij met die begroting van dit jaar totaal laat en we gaan met de Franse slag eroverheen om te zeggen, straks is de begroting goedgekeurd, er is gearbeid, gewoon zand in de ogen strooien van het volk. Niets gaat gerealiseerd worden en jammer, de vicepresident is niet hier, de president is niet hier. De vicepresident heeft het ook gezegd, niets komt goed. Niet mijn woorden, niets komt goed. Nadat hij zoveel keren gepoogd heeft, de minister van Financiën, te vragen, de Russen zijn daar, geld moet worden overgemaakt. Hij is naar de president gegaan toen om zijn beklag te doen. En de president zegt, ja, het komt goed, het komt goed. En de president, althans worden van gelijke strekken, de vicepresident, niets komt goed. Wat zitten wij hier goed te keuren? Belfort gaf aan dat het Surinaamse volk beter verdient. Hij vroeg zich af of zaken daadwerkelijk beter zijn geworden. Is de koers omlaag gebracht? Is de brandstofprijs omlaag gebracht? Is de government take weggehaald? Zijn we niet naar IMF gegaan? Is nepotisme uitgebannen? Men gaat geen antwoord daarop geven. Men kan ook geen antwoord daarop geven. Omdat de realiteit daar is. En het volk dat op ons heeft gestemd. Waarom zitten we hier? Omdat het volk op ons heeft gestemd. Simpel. We hebben mandaat gehad voor het volk. Om hier te komen zitten. Om te werken voor het volk. En waar we hier zitten. Dan wordt het constant geschreeuwd. Van ja, dat bent u, dat is dat. Het volk weet dat al. Wanneer jij beterschap hebt beloofd, dan moet je dat doen. Doe je dat niet, dan wees mans genoeg, geef het mandaat terug. Maar dat doet hij niet. En wordt hier constant geschreeuwd door mensen van ja, dat bent u, dat weet het volk al. Daarom is het volk naar de stembus gegaan. Dat was Edward Belfort, die gisteren in een fel betoog het beleid van de regering heeft afgekeurd. Zo nam hij ook het ministerie van Justitie en Politie op de korrel. Volgens hem vinden er zeer gevaarlijke ontwikkelingen daar plaats die het imago van het ministerie en het korps politie schaden.